Welkom bij de online mini-retraite van het Dominicanenklooster Huissen. Deze wordt vandaag verzorgd door Henk Jongerius vanuit de Binnenkamer. We wensen u een fijne mini-retraite. Goedemorgen en hartelijk welkom bij deze mini-retraite. Laten we proberen rustig en stil te worden. Ontspan je aangezicht, je schouders, je armen en je handen. En ga met je aandacht naar je adem. Blijft altijd belangrijk om de meeste aandacht te schenken aan je uitademing. Rustig en volledig uitademen en daarna je adem als vanzelf laten opkomen. En word je ervan bewust dat je rustig en stil en ontvankelijk wilt zijn. Gedeelte uit de Russisch-Orthodoxe liturgie, met name de psalm waarin gezongen wordt: laat mijn gebed als wierook omhoog mogen stijgen tot voor uw aangezicht. Ik heb deze muziek niet voor niets gekozen, want het wil ons inleiden in wat ik vandaag met u wil doen: kijken naar iconen. Lang geleden was ik op vakantie op het eiland Kreta en in de hoofdstad Heraklion bezocht ik daar de kathedraal. En ik bleef stilstaan bij een beroemde icoon die de Mandelion wordt genoemd. Een afbeelding van Christus met de amandelogen. Het wonderlijke van die afbeelding is dat vanuit welke hoek je ook kijkt naar die icoon, je altijd aangezien wordt. Goed, ik was dus geboeid door die afbeelding
En ik bleef er een tijdje bij staan. En toen ging ik weg. En toen had ik het wonderlijke gevoel dat ik nagekeken werd. En ik liep terug naar de afbeelding. En toen trof mij dat wat er in het aureool rondom het hoofd van de afgebeelde Christusfiguur geschreven stond. En ook dat is klassiek bij het schilderen van iconen. Dat je aan het slot van je werkzaamheid intekent wie wat voorstelt. En er stond in die aureool op zijn Grieks ho-oon. Wat je als gymnasiast dan vertaalt als de zijnde. Maar ik weet heel goed dat in die ervaring van dat kijken, ik verstond, ik ben er. Hier ben ik. Een wonderlijke ervaring. En enige jaren later sprak ik met een Griekse monnik. En in dat korte gesprekje gaf hij me aan. Hij zegt, kijk, er zijn eigenlijk drie manieren van bidden. Van omgaan met de ongeziene werkelijkheid. Hij zegt, je kunt natuurlijk de schrift lezen. Je kunt de psalmen zingen. Of een icoon schilderen. Nu heb ik dat laatste hier in ons klooster, waar al jarenlang weekeinden iconenschilderen worden gegeven, heb ik ook eens meegedaan. En je doet daar heel bijzondere ervaringen bij op. Ik mag er een paar noemen. De eerste is dat wanneer je dan de grondtekening van de icoon, de contouren, hebt getekend, je het goud aanbrengt in de aureool. En daarmee wordt eigenlijk gezegd, let wel, dat wat je aan het doen bent, dat heeft te maken met een werkelijkheid die voor ons niet grijpbaar is. Dat is een grotere werkelijkheid. Op een andere manier zou je ook daarop kunnen wijzen. Er was ooit eens een liturgist en die sprak over het maken van liturgie. En hij zei daarbij, ja, jullie hier in het Westen, die moeten alles nog klaarmaken voor de viering. Maar bij ons, in het Oosten, zijn alle heiligen er al. Waarmee hij doelde op de rijke afbeelding aan heiligen die je aantreft in een orthodoxe Oosterse kerk. Het zijn in zekere zin platte afbeeldingen. Ze hebben geen perspectief. Wel hebben de plooien van de kleding een prachtige werking. Maar nogmaals, een diepteperspectief ontbreekt. Wel zijn er kleuren die heel belangrijk zijn. En een van de belangrijkste kleuren is het rood. Je zult een afbeelding van Christus altijd aantreffen in een rode kleur.
die verwijst naar de goddelijke atmosfeer. En diezelfde afbeelding van Christus draagt dan een blauwe mantel, een blauw bovenkleed, waarmee aangeduid wordt dat die goddelijkheid met menselijkheid bekleed is. Zoals je bij de icoon van de Moeder Gods het tegenovergestelde ziet, daar zie je dat het blauwe kleed bedekt wordt met een rood kleed. Want zij is de draagster van de goddelijke onder de mensen. Iconen vertellen dus in kleur en in de afbeeldingen verhalen. En een van de allermooiste afbeeldingen die er zijn, dat is die welke ook wel genoemd wordt de icoon van de gastvrijheid. Van die icoon is bekend dat hij geschilderd is door Rubeljev. Maar dat is eigenlijk niet zoals het hoort. Een icoon draagt zelden de naam van degene die de icoon geschilderd heeft. Want het gaat niet om een kunstwerk van Rembrandt of van welke bekende schilder dan ook. Nee, het gaat om de werkelijkheid die afgebeeld wil worden. En die werkelijkheid, dat is dat onze realiteit doordrenkt wordt van de aanwezigheid van het geheimvolle, van het goddelijke. En heel mooi zien we dat in die afbeelding die de gastvrijheid verbeeldt. Drie figuren aan een tafel. En die drie, die roepen verhalen wakker. Het verhaal bijvoorbeeld van de drie vreemdelingen die de aartsvader Abraham komen bezoeken op het heetst van de dag. En hun bezoek besluiten met de belofte dat Sara, zijn vrouw, vruchtbaar zal worden, ook al is zij de jaren van de vruchtbaarheid allang voorbij. Die vruchtbaarheid van Sara, die zien we op de icoon afgebeeld in een boompje. Een boompje dat eigenlijk in de wildernis groeit. Een teken van het geschenk dat deze eerstgeborene van Abraham zal zijn. De gastvrijheid. Maar het is alsof in deze icoon ook nog een ander verhaal naar voren komt. Het verhaal van de leerlingen die teleurgesteld door de gebeurtenissen in Jeruzalem terugkeren naar Emmaus en onderweg een tochtgenoot aantreffen. Die met hen spreekt, die met hen de schriften uitlegt en die ook met hen aan tafel gaat. En bij het breken van het brood herkennen zij de Messias. Ook dat verhaal hoor je, zie je in deze afbeelding. En dat wordt met name ook duidelijk dat de middelste figuur verwijst naar Jezus met zijn rode kleed en de blauwe mantel. De kleuren
waarover ik sprak. De twee andere figuren zijn eigenlijk een soort boden. Ze dragen ook een staf. En het is alsof hun voeten nauwelijks de grond raken. Wij worden dus, dat is de boodschap, de goede boodschap van deze icoon, wij worden bezocht. En het roept bij ons wakker hoe gastvrij of wij zijn. Hoe wij open kunnen gaan voor het binnenkomen van de eeuwigheid in het hier en nu. Zo kun je ook kijken naar de paasicoon. Die overigens in de Oosterse traditie eerder te maken heeft met de nederdaling ter helle, zoals dat in de geloofsbelijdenis gezongen wordt. Omdat op die icoon bij wijze van verhaal verteld wordt hoe de opstanding van Jezus tegelijkertijd de opwekking is van allen die in de dood zijn voorgegaan. En daarom zien we dat hij met zijn ene hand Adam opnieuw tot leven wekt. En aan de andere kant de eerste aartsmoeder Eva. En de koningen en profeten die daarvan getuigen, staan daarachter. En waar getuigen ze nou van? Dat de schriften vervuld zijn. En de schriften worden hier afgebeeld in de boekrol die de Christusgestalte in zijn linkerhand heeft. De overwinning dus op de dood, verbeeld hier aan de onderkant door dat donker, verbeeld ook door het kruis waar hij zegevierend opstaat en uit opstaat. En zo zien we dat iconen eigenlijk een soort catechese, een gelovige vertelling zijn. Of een herinnering aan het vele wat in de schrift geschreven staat. En dat alles, dat hele gebeuren van
hemel en aarde. Dat probeer je, als je een icoon schildert, probeer je daar dichtbij te komen. Vandaar dat die monnik mij vertelde dat het bidden zowel het lezen van de schrift is als het zingen van de psalmen, als het schilderen van iconen. En wellicht dat dat het allerindringendst tot uiting komt wanneer het licht wordt aangebracht. Dat gebeurt pas helemaal op het eind, wanneer je de icoon bijna klaar hebt. En dat is een wonderlijk gebeuren. Want je zou nog kunnen denken, als je aan het icoon schilderen bent, ik doe mijn best, dit is mijn werk. Maar als je eenmaal het licht in de ogen hebt aangebracht, het wit in de ogen, dan is het alsof het hele perspectief omdraait. Alsof niet jij het bent die naar die afbeelding kijkt, maar alsof de afgebeelde jou aanziet. En dat brengt me terug bij die eerste ervaring die ik vertelde op het eiland Kreta, waar de icoon van de Mandelion mij zo trof. Kijken naar iconen is langzaam maar zeker ervan doordrongen worden dat er naar ons wordt omgezien. Het is opengaan voor het aangezicht dat ons aanziet. Dat ons ook uitnodigt. Je hoort dat prachtig in die woorden van Jezus als hij zegt: kom allen tot mij die belast en beladen bent en onder zorgen gebukt gaat, en leert van mij, want ik ben nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel. Omdat wij in alle broosheid, in alle beperking die wij ondervinden, in alle sterfelijkheid die ook het ouder worden met zich meebrengt, we mogen weten dat wij, zoals het geschreven staat, op adelaarsvleugels gedragen worden. En die vreugde wens ik u graag toe.